Welkom weer bij onze nieuwste weekvlog. Oh my god. Kijk dan. Ja. Jullie hebben meer haar op de grond liggen dan ik kan naar de kapper gaan. Wat vinden wij van Jaim, zijn nieuwe haar? Nou, ik vond het echt heftig. Het leek wel een hele hond wat eraf kwam. Dus zo ben ik eigenlijk allemaal outfits aan het maken. Aangezien we morgen gaan shooten. Dat is van mij. Ja. Oeh. Is weer door. Ja, mooi Marie. Mooi. Heel mooi Jules. Oh, dat begint Stinky. Stinky, kom eens hier. Kom eens hier. Hij is boos op mij nu. Hij haat me nu. Kijk hoor. Ja. Ik zit nooit aan deze kant. Oké, ga maar die kant zitten dan. Even kijken. Mijn haar is zo leuker? Ja hoor. Stinky, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hierin hoor. Oh, het is niet druk. Ja, dit is Stinky. Voor de mensen die afvragen wat voor klein haartjes erboven uitkomen, is Stinky. Oké, welkom weer bij onze nieuwste weekvlog. Wat je allemaal in deze weekvlog gaat zien is dat Jaim zijn haar gaat millimeteren. En wie het gaat doen is Mike. Mike is tegenwoordig kapster. Naar mijn geveunde haar. Kapper, niet kapster. Kapper, sorry. Jezus, sorry schat. Wij gaan een fotoshoot doen met Harley en Tyrone. Dus je gaat een mega mooie make-up look zien. En alle behind the scenes. En ik ga even naar Loetje, naar de drive-in, om een lekker biefstukje te halen. Dus ben je nou benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren, want we willen meer abonnees. Ja, dus. En ondertussen is Stinky heel vervelend. Blijf zitten. Love, love, Reiners. Wat is je nou? Hij zit verdrietig. Wat wil je denken? Laat even je haar nog zien. Oh, dan heb je gewoon geen donker haar meer straks. Jawel hoor. Ja, denk je wel? En hij heeft een hele goede implant. Een mooie lokken, Jaim. Maar hij heeft ook een mooie schedel, gelukkig. Hoef je eindelijk niet meer je haar uit je gezicht te halen. Maar ik ga het doen. Nee, nee, nee. Oh, wat goed. Op zijn hoofd uit, hè, blijft. Oh, er komt zoveel vanaf. Mike heeft het vaker gedaan. Ja, dat kan niet fout gaan in die. Nou, ik vind het best kort. Ik kan nog altijd alleen de onderkant doen. Kijk hoe kort het is. Ja, wil je kijken hoe kort het is? Voor de... Nou, ik wil het best lang laten. Nee, maar hij vindt dit sowieso te lang. Dan heb je wel een mooi overloopje, lief. Maar je vindt van jou ook zo stoer, Marie, dat je dat gewoon leuk vindt. Ja, maar het is goed voor zijn huid. Weer links, Mike. Ja? Ja? Net als ik. Wat leuk. Kijk zijn gezicht er heel in. Ja, nou beter. Oh, nee, hij moet contouren. Dat moet nog allemaal. Je moet van één kant kort en één kant lang laten. Oké. Ja. Oké. Ik ben blij dat ik mee ben gegaan. Ja! Hoe leuk Mike, dit even op een zaterdag. Oh, dat haar. Ja, dat kan niet fout gaan als je maar goed op je hoofd uithoudt. Oh, wat is dit raar. Oh, echt wennen. Je moet wel straks even je baardje ook goed contouren. Ik vind dat jij het heel goed doet. Ik ook. Het voelt wel professioneel hoor dit. Ja, oh wat gek. Je hebt gewoon geen haar. Nou jouw haar groeit als kool. Ja, dus binnen 3 maanden is het helemaal lang. Leuk hoor lief. Het heeft Frankie in zijn mond. Oh, ja, los, los. Oh, hij heeft het al opgeslikt. Ah. Hij is weg. Wil je geen kapper worden Mike ook? Ja. Oh my god, nu komt het voorkant. Wat zal dit een jeuk schelen voor jou? Ik kan nog niet zien hoe het staat. Aan de voorkant. Hey, Lokie. Het lijkt wel meteen wat ouder, lijkt wel. Ik wil lekker dit al voelt, hè? Ja. Serieus eruit zien. Wat heb je nou even? Oh, boven zit er nog alleen. Ja. Oh my god. Ja. Oh my god. Oh, dit zal echt wennen zijn dit. Het staat je wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het staat je wel. Ik had het ook niet anders verwacht. Nee, ik ook niet. Nee, maar weet je, kan wel zien dat gelukkig heel veel haar op je hoofd nog. Dat je niet denkt van je hebt kale plekken of zo, weet je wel. Of je wordt kaal aan de achterkant. Oké, wat vinden jullie mooier? De korte kant of de lange kant? Daar even die kant op. En het is niet eens een woordenschap. Nou, Mike's dag kan niet meer stuk. Nee. Kijk dan. Ja. Jullie hebben meer haar op de grond liggen dan ik kan naar de kapper gaan. Ja. Een staartje. Ja, ik kan nog een staartje doen. Mike is helemaal nog steeds in zijn element. Nou ja. Hoeveel had ik dit nou gedaan? Jij? Niet te hard hè? Nee. Dat weet je wel. Nou, zie ik het wel. Ja. Heb je deze hier ook allemaal gedaan? Ja, maar... Ziet er echt keurig uit. Al zeg ik het wel. Ja. Je bent herboren! Woep woep! Nou, nu Mike's haar eraf. Dun 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 dun. Grapje. Mike gaat alleen zijn rare haartjes weg. Skeren. Zo. Ik heb net met Jules de dagboekzetting opgenomen. En Jaim is gemillimeterd. Ik had echt gedacht dat ik er echt veel meer moeite mee zou hebben. Maar het staat nog gewoon hartstikke goed. En wij wonen dichtbij Loetje in de buurt. Overveen. Dus we gaan nu gewoon drive in Loetje. Je moet in je eentje naar binnen. Jaim is naar binnen. Ga lekker het liefst een baletje eten met uitjes en brood. En patatjes. Heerlijk. Wanneer papa weggaat. Papa komt eraan joh. Zeikert. Nou, we zitten letterlijk hier een kwartiertje te wachten in de auto. We hebben bitterballen gekregen. Ik heb ook aan een hondje gegeven. Tijdens het wachten. Super attent. En nu is gewoon onze biefstuk balie al klaar met patatjes en salade. En jus, heerlijk. Gaan we thuis opeten. Ik heb ook helemaal een blaadje erbij hoe je het beste kan opwarmen. Super leuk dat iedereen zo'n drive-in doet. Oh, het is nog best groot ook. Ik ga even ruimte maken. Oh, wat lekker! Biefstuk balie. Met de salade en de lekkere patatjes. Nou, het ziet er wel lekker uit. En het brood, maar die Frankie hier. Lekker broodjes. Oh my god, dit ruikt echt lekker. Bon app. Heb jij maar op de grond gezet, hè? Terror. Zit vol. Ik heb net gegeten en ik ga nu lekker bank hangen en ik heb een nieuwe serie Colony, dus daar ga ik nu kijken. Ik draag trouwens de unicorn t-shirt aan. Ik vind het echt een van de leukste met al die versteltjes. Ik moet Frankie piepen. Ze wil een Frankie piepen. Dus als ik hem nu 1 seconde daarin breng, gaat hij weer gillen. Moet ik weer lopen? Daar heb je niet zoveel zin in. Nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat hij naar Frankie wilt. Oh, wat hou je hem onpersoonlijk vast? Helemaal niet. Goed. Dat hoort wel? Gespelen. Oké. Okay. Wat vinden wij van Jaim? Zijn nieuwe haar. Nou, ik vond het echt heftig. Ik denk, ik ga het nooit leuk vinden. Ik weet nog toen hij Marie ontmoette. Toen was hij 14. En toen had hij dus al het kort haar. Maar had hij met stekeltjes. Dat vond nog ik geen baard. Toen vreselijk. Weet ik nog wel. Want je hebt, nou, vreselijk is misschien een groot woord. Dat was niet... Langer haar was beter. Het was niet heel aantrekkelijk. Toen kreeg hij lang haar. Hij was echt... prachtig, maar dus nu wil hij het weer kort knippen, dacht ik echt hell no. Ik denk dat elke jongen en vriend die nu kijkt in de struggles ziet dat alle kappers dicht zijn. En Jaim heeft echt alles geprobeerd en niemand was natuurlijk open. En zijn haar was echt tot hier aangegroeid en er zat gewoon geen model in. En hij heeft ook veel te zwaar haar om het zelf te kunnen doen of bij te knippen. Dat doen mannen sowieso niet. Dus we hadden besloten om het te millimeter, aangezien hij anders nog iets van 30 dagen moest wachten op de kapper. En Jaim is absoluut niet van de knotjes, staartjes of iets. Nee. Dus... En ik was wel verbaasd, want ik vind hem echt knap. Ik was ook verbaasd. Ik vond het echt heel... Sowieso gaan jullie Jaim voor het eerst best wel veel zien in deze vlog. Ja. Ik had gefilmd. Maar het staat hem eigenlijk wonderbaarlijk wel goed. Ja, hij lijkt wat ouder. Wat volwassener. En nu gewoon met het warm... Ja, het is nu niet meer zo warm weer inmiddels. Maar het was gewoon heel heet ook. En het staat ook gewoon leuker met een baard. Hij moet niet zijn baard afhalen. En Mike wilde hierdoor ook zijn haar afscheren. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Ja, maar Mike heeft krullen vaststaan. Die houdt het ook wel in de staartje. Jaim had ook een prachtig haar. Ja, maar Jaim is niet iemand die in een staartje doet. Dus hij ging iedere keer in zijn gezicht. Ja, oké. Maar in ieder geval, Jaim, het staartje dus goed. Ik die jou een complimentje geef. Is hij er zelf blij mee? Ja, Jaim is er onwijs blij mee. Hij kan nu langer in bed blijven liggen. Hij gaat de hele tijd door zijn haar heen. Want nu, hij voelt wind door zijn haar. Dat heeft hij nog nooit gevoeld. Hij had zulk dik haar. Het leek wel een hele hond wat er afkwam. Zoveel haar. Dat zou je ook wel zien. Prachtig haar. En nee, hij is heel tevreden. Hij gaat douchen. Hij heeft niet meer zijn haar te veulen. Geen gel meer in te doen. Geen gezeur. Hij is klaar. En hij vindt het ideaal. Dus ik denk niet dat ik Jaim ooit meer met lang haar ga zien. Nee, dat denk ik ook niet. De zomer in ieder geval niet. Oh, gaan we weer naar Romé, Frank? Ja, gaan we? Ja? Gezellig. Kom, ga mee. Jij ook mee, Celine? Ik zie er vandaag niet zo heel renderend uit. Maar ik heb even een dille snoepje in mijn mond. Oh, de zijkant. Ik heb wel weer mijn lievelingsjas aan van mama. What the fringe. Dat is echt mijn leefjas. En de flair van... En de flair van Reiners, die weer in augustus terugkomt. En de nieuwe slippers. Wat ben je aan het maken? Lekker kinderkluitjes en zo. Oh, lekker. Is dit zo'n paal, ja? Nassie. Wat lekker. Mijn nasi. Eitjes, kippertjes. Ja. Ja, oh, wat lekker. Lekker toch? Ik wilde eigenlijk ook nog een yoghurt erbij doen, maar... Oh, dat is toch veel. Genoeg, wil ik zeggen. Ja, als ik zo van huis heb, dan krijg ik voor mezelf. Dat is opmaken. Heerlijk. Ah. Lekker eitje erbij. Oké, Marie en ik hebben morgen een fotoshoot. En we gaan het dit keer stylen met high-end merken. Aangezien we jullie willen laten zien dat het ook anders kan worden gesteld dan alleen met Reiners gecombineerd. Toevallig heeft Mike deze blazer dubbel. Dat is super leuk. En dan heb ik ook nog zelf deze schoenen bij. Dus ik kan iemand bijvoorbeeld de broek aandoen met een shirtje van Reiners en de schoenen. En iemand de blazer met een leuk sweatertje. Dan hebben we 2 Loef topbroeken die we leuk gaan afstylen. Het is echt één troep hier, dus let niet op de troep. En dan heb ik hier nog meer outfits klaargelegd. Dit vond ik zelf heel leuk van Off-White. Bij onze neon kooltrui. Dan hebben we hier. Ik had nog dit broekje bij Victoria's Secret ooit eens gekocht. Vond ik super leuk bij het unicorn t-shirt staan. En ook met dit shirtje. Dus ik ben eigenlijk allemaal setjes aan het maken. Ik heb hier allemaal hele mooie Saint Laurent oorbellen. En Marie heeft die ook gekocht in de sale bij de Bijenkorf. Dus we willen zoveel mogelijk twinnen. Ik heb deze bril dan in het zilver. En die heb ik dan ook precies hetzelfde ongeveer in het goud. Dus zo ben ik eigenlijk allemaal outfits aan het maken. Ik loop van her en der. Aangezien we morgen gaan shoot, hè. Harley gaat onze make-up doen. Tyrone maakt de foto's. Dus we zijn op kantoor met alleen Harley. En Tyrone op afstand. Dus het wordt echt super leuk. Ik heb er super veel zin in. Om te gaan shooten en weer fietsfoto's te maken voor Instagram. Hey, het is nu al laat. Ik heb voor morgen mijn haar gewassen en gefeund. Ik pak de laatste dingetjes in. Zoals het Louis Vuitton tasje. Of misschien de denim jasjes van Reinders. Barretjes. En ga even kijken of ik nog meer moet pakken voordat ik iets vergeet. We kunnen natuurlijk niet zo makkelijk terug. Dus ja, het is één madhouse. Maar dat is bij mij altijd zoals ik sets aan het maken ben. En kijk hoe leuk. Mijn krulspellen passen bij mijn pyjama. Ik ga zo lekker slapen en dan word ik morgen opgemaakt door Harley. Het beste gevoel dat er is. Heerlijk om te slapen en dan wakker te worden. Niet met make-up, maar straks wel met helemaal mooie make-up. En dan gaan we heerlijk shooten. Ik dacht, ik ga weer even gezellig langs Romé. Ik had nog bikinis voor haar, die ik aan haar moest geven. Ze hadden mij dus gewoon niet uitgenodigd. Maar goed. Ik had gezegd dat ik naar Romé ging tegen. Maar het mag toch niet, dus uiteindelijk was ik alsnog niet meegegaan. Maar ik wist er dus helemaal niks vanaf. Wel waar, ik heb gezegd dat ik naar Romé ging op de thee. Ja, dat jij ging, maar je hebt niet gevraagd, Jules, ga je ook mee? Je hebt zelf toch ook, kan jij zegt, ook ik zeggen. Ga naar Romé, dus ik ga naar theeën. Nou, dan ga ik dat niet zeggen, oh, ik ga ook mee. Kan je mij even ophalen? Nee, dat maar in ieder geval, altijd. Dus. Dat mocht niet, dus we zijn met z'n tweetjes. Maar. Van RVM mocht het niet. Oh, ik denk, oh je mag toch niet meer met zoveel mensen? Nee, nee, daarvoor waarschijnlijk ook niet. Ja. En Romé heeft heerlijk een nasi gemaakt. Op haar manier echt heerlijk weer lekker gekookt. Ja, en Jaim heeft weer een hele bak meegekregen. En ik heb er ook niks van gekregen. Die heeft ze ook weer naar werk uitgedeeld. Ah, dus staat het recept in het kookboek? Nee, volgens mij niet. Die nasi niet. Nee, dat denk ik ook niet. En haar kookboeken zijn bijna helemaal... Maar ze doet wel kookvlogs. Dus inmiddels zal denk ik wel naar kookvlog gaan komen. Ik denk ook dat ze het binnenkort gaat filmen. Dus je kan haar sowieso volgen op Reiners Food Fashion. Ja. En abonneren, want ze heeft een hele leuke winactie trouwens. En haar kookvlogboek, bedoel ik, is uitverkocht bijna. Ze heeft nog een paar, dus ze gaat volgens mij wel aan kookboek 2 nu beginnen. Oh, dat begint Stinky. Dit gebeurt er als we Stinky alleen laten. Ik zei het al tegen Jules. Oh, jongens. Ik draag trouwens een trekking sweater. Te leuk. Jeetje, de honden zijn enthousiast. Oh my god. Take dogs, they said. It will be fun. It will be fun. Nee. Oh, ik kan gewoon nooit alleen zijn. Spijt me, ik moest je ook niet alleen laten. Nou, hij is... Heb ik gewoon met Frankie gespeeld. En toen dacht hij opeens, ik heb geen zin meer in Frank, ik ga gillen. Kom maar, kom maar. Nee, hij is boos. Hij is boos op mij nu. Hij haat me nu. Klaar. Oké, ik ben letterlijk zo mijn bed uitgerold. Ik was een beetje te laat. Jules en ik gaan vandaag namelijk shooten. We hadden echt al het fietsenpad van Ibiza gebruikt. En nu vonden we het ook wel leuk om echt een beetje meer toegankelijk te shooten. Gewoon thuis bij iemand. Bij ons fotograaf Tyrone. Zodat je ook iets meer kan inbeelden in de foto's. En dat het wat normaler is zonder pruik en al die toestanden. Dus we gaan nu naar Tyrone toe. Die woont in Amsterdam. Gaan we bij haar thuis shooten. Ik heb een hele wagen vol. Je ziet het niet. Daar nog een hele tas vol. We hebben super leuke sets gemaakt. En ik ga nu Jules ophalen. En hebben bij kantoor afgesproken. Want Harley gaat ons make-up afkoers. Op afstand natuurlijk, maar we doen ons best. Jules en ik gaan ook met z'n tweeën gewoon naar Tyrone. Zonder kijkers. En het is vandaag Koningsdag. Heel raar. Maar ja, doen we toch nog iets leuks in Amsterdam vandaag. Good morning. Ophaalservice voor de deur. Jawel, jawel. Marie en ik hebben allerlei setjes voorbereid. En we gaan nu alles inladen. Had jij al veel mee? Had jij al veel mee? Ja. Wat is je zo wazig? Wat? Kijk hoor. Hij is zo wazig. De kamer ook nog een beetje moe is. Oké, let's go. Zo, ik en Marie zijn make-uploos. En onderhoed. En onderhoed in onze twinsetje. Met Stink. Haar komt naar ons kantoor toe. En daar staat vandaag niemand aan het werk. Dus veiliger kan het niet. En dan rijden we daarna door naar Amsterdam, naar Tyrone. En zoals andere shoots hebben echt duizenden mensen bij zich voor het haar, make-up, bla bla bla. Maar wij hebben gewoon... ja, normaal gaat mama Romé natuurlijk ook mee. Maar nu zijn we gewoon met z'n tweeën. Wij zitten al elke keer met elkaar in de auto. En Tyrone die is op afstand, dat is fotograaf. Dus dat moet helemaal goed komen. En Stinky gaat nog afzetten bij mama. Stinky. Goedemorgen. Heel mooi zien nog goed zien. Oké, haar is weer bezig. Woep woep. Dit is hem nog even before. En straks laten we dan zien hoe het wordt. Stapje per stapje. Stap per stap. Step per step. Oké, we zijn al heel ver eigenlijk. Maar we laten zo in het licht nog wel het betere resultaat zien. Want hier is het heel blauw licht. Ik ben al klaar met mijn make-up. How gorgeous. Ze bedoelt de make-up. How gorgeous. En haar is nog bezig. Wij dragen nu de gatenstels. In het crème zwart is heel warm vandaag. Maar we zijn nog foto's aan het maken voor aankomende fietsfoto's. Ja, film als je voor me loopt. Marie draagt nu de zwarte legging. Triple S'jes. Even een tas. op. En een sarabini. En een sarabini. Look at that butt. Look at that fit. It's gorgeous. Oké. Okay. We zijn letterlijk 10 minuten binnen. Het is al helemaal gerenoveerd, dus één chaos. Ja, maar het zijn wel leuke sets. Kijk hoe beeldig. We hebben dan dit t-shirtje met glitterbroekje. En dit is echt een match made in heaven met die bril. Aha. En we gaan nu de sequins aandoen met de Gucci blazetjes. Welke schoen had jij hierbij bedacht? Geen op. Gewoon close-up. Close-up ja. Eigenlijk. Ik had eigenlijk dan die Celine rode moeten meenemen. Wat? Die is de rode bril. Heel goed. Shooting. Mooi. Ja, mooi Marie. Heel goed. Ja. Mooi. Dikker die hand. Vingertjes. Ja. Next outfit. Mooi, we hebben nu de badpak als body. En die broek misschien iets hoger of niet? Ja. Ja, moet je nog weer iets aantrekken dat die was in de zit? Ja, hij is dus van mij. Ja. Oh, gaat goed. Hij is weer door. Nee, echt? Je lipje. Nee. Alles voor de foto. Sorry Mike. Nee. Leuk. Ja, dit is mooi. Ja, mooi. Dan zien jullie elleboog weer zo'n klein beetje uit. En daar is je weer. Leuk hè? Ze hebben deze kant de hele tijd. Mooi. Heel mooi, Jules. Leuk. Oké. Even kijken. Oké, Marie en ik zijn klaar met shooten. Het is een beetje heel hectisch gegaan, want we hebben zoveel geprobeerd te doen op één dag. Maar ik moet zeggen, maar we hebben ook heel lang niet meer echt helemaal moeten optutten, buik in, poseren, de hele dag. Het is allemaal een beetje een zwaar dagje zo. Maar goed, het zijn hele leuke foto's geworden. En de hele achterbank ligt vol. En Harley heeft ons weer heel mooi gemake-upt. Ik wil dat alleen nog eventjes filmen voordat we morgen het allemaal eraf moeten halen. Nou, ik ga ermee slapen. Weet je het? Heel hoog? Nee, een cut increase. Echt dat het licht is. Echt super leuk. Wil ik echt oefenen. Dus we gaan zo snel mogelijk alle foto's posten. Ik zet Marie hier af. Ik rijd door naar huis. Want we deden nog steeds in de auto. En dan houden we op de echt nieuwe auto. Bye. Hoe mooi. Ja, wij moesten toch creatief zijn in deze tijden om iets te bedenken voor nieuwe content op ons Instagram. En Tyrone heeft gelukkig een mooi huis waar wij konden shooten. Dus het was niet gehuurd of van een hotel of van iemand onbekend. Nee, en normaal gesproken gaat Harley natuurlijk mee voor de make-up. En dat hebben we nu ook niet gedaan. En mama en Romé helpen ook altijd mee. Dus nu waren we echt puur echt met z'n drieën. En Tyrone is natuurlijk fotografe, dus die houdt gewoon haar afstand. Dus we zijn eigenlijk wel heel erg creatief geweest om daar gewoon in haar slaapkamer leuke foto's te maken. We zijn even door Amsterdam gegaan. We zijn nu langzaam de foto's aan het posten op onze feed. En we moeten dus nog even gaan bedenken hoe we de nieuwe collectie gaan shooten. Het kan helaas niet meer in het buitenland, maar dat heeft iedereen om ons heen. Dus ga gewoon goed creatief bedenken hoe wij onze campagne gaan doen. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben, je zegt nou dat soort foto's vind ik echt sowieso altijd heel erg leuk van jullie. Dan kunnen we dat misschien wel meenemen. Het moet sowieso in Nederland zijn. Natuurlijk willen we naar het buitenland, maar dat is denk ik niet reëel. En onze collectie komt al in juli. Heb jij een heel mooi huis? Ja, waar wij kunnen shooten. Of een mooi bedrijf in Nederland misschien dat dicht is en waar jullie promoties voor nodig hebben. Ja. Ik bedoel, we zijn niet met een heel team. Het is alleen ik, Marie en Tyrone. Dus we zijn drieën. Dus we zijn nu een beetje iedereen aan het bellen in Nederland. Of welke hotels er eventueel open zijn. Maar tot nu toe is nog niks open. Dus misschien als straks alles open is, dat we dan veel makkelijker kunnen shooten. Het scheelt dat we ons eigen model zijn. Dat we heel snel kunnen schakelen. En we doen heel veel sets aan op één dag. Want we werken meestal wel heel erg hard door. Dus we hebben niet stress dat we geen foto's krijgen. Maar het wordt wel natuurlijk anders dan je gewend bent. Ja. Maar het is ook misschien wel een keer leuk. Ja, ik had er wel even zin in. Ja. Naar Marrakesh met het team. Nou, misschien, het lijkt me niet. Maar nee, het gaat niet meer dit jaar gebeuren. Maar goed, hè? Keeping. De collectie wordt in ieder geval is geweldig. En dat maakt het ook niet minder leuk. Dus het is echt wel amazing. Kan jij komen hier? Het zijn ook hele mooie kleuren hè, voor de winter. Dat is Stinky die over de bank heen krabt. Hoe gaan onze verjaardagsvoorbereidingen? Ja, nou, die hebben we eigenlijk. Nou ja, Mike is heel druk met jouw cadeau bezig. Ja, dat is het enige. Qua cadeaus zijn we nu wel echt wel veel creatief. Ja, je moet gewoon ook iets leuks bedenken voor die dag. Stinky, kom eens hier. We doen toch niks? Wat kan er gebeuren? Nou, hij gaat straks op dat kussen. Kom eens hier. Kom eens hier. Hij luistert niet. Oh ja, toch wel. Goed zo. Gaan we zitten? Ik hou me vast, zie je toch niet. Oké, sorry. Voor onze verjaardagvoorbereiding, nou het enige wat we tot nu toe moeten voorbereiden is een taart. Want we willen nog wel steeds een taart van bij Maria bestellen. En we hebben onze verjaardagsjurken hadden we al besteld. Want we hadden namelijk echt een heel groot feest gepland staan. Ja. We gaan sowieso nog wel een leuke foto maken voor onze verjaardag. Om toch een beetje verjaardag te voelen. Dat je jarig Harley bent. Gaat ze ook nog laten opmaken. Dat worden 25. Dus je wordt maar één keer. Dus we willen ons dan ook echt jarig voelen. Dus we hebben een hele mooie paillettenjurk. Echt amazing. Maar dat gaan jullie zien. Ja. in de volgende weekvlog, want de volgende weekvlog staat helemaal in het thema van onze verjaardag. Dus we hebben wel ook heel leuk ook een ander creatief idee bedacht, maar dat zal je volgende week voorbij zien komen. We hebben allemaal aan onze familieleden gevraagd om een korte videoboodschap in te spreken voor onze aankomende verjaardag. En voor ons is het ook verrassing, want we hebben niks gezien, dus we worden toch een beetje verrast op onze eigen verjaardag. En verder, qua de cadeaus, waar we hopen het gewoon later volgend jaar misschien te vieren of later in het jaar. Ja, we wilden voor elkaar een hele mooie ring ontwerpen dan als verjaarscadeau, maar alles is natuurlijk dicht. Dus alles staat een beetje op hold, maar alles staat op hold, maar het gaat natuurlijk niet om de cadeaus. Het gaat meer om gewoon dat we lekker samen zijn, te kunnen vieren met familie, vrienden. Dat gaat helaas niet door, maar we gaan het alsnog wel vieren als familie en dan gaan we gewoon leuke filmpjes gewoon met kijken eten. En meer kan je niet doen. Dus dat is eigenlijk de planning van onze verjaardag. Ja, volgende week kan je dus verwachten onze verjaardag. Welke outfit we dragen, welke make-up look we gaan. Wat voor taart. Alsnog gaan we gewoon gezellig met familie wat eten. Romé gaat lekkere dingen maken. Wat voor cadeau Mike voor Marie heeft gemaakt. Dat gaat ze ook heel erg leuk vinden, denk ik. Het enige waar Maria jaloers op was, was mijn jas. Wat Mike voor me had beschilderd. Ja. Dus het wordt iets in de trant. Dus ja, het is echt op en top Marie. Je weet natuurlijk helemaal niks, maar ik denk echt dat je er heel blij mee gaat zijn. En voor de rest, gaan we het gewoon beleven. En kijk, ik hoop dat het mooi weer is, dat we nog een beetje buiten in de zon kunnen zitten. Ik ook. Dus blijf ons abonneren. Ik hoop dat jullie deze weekvlog heel erg leuk vonden. Ja. En als jullie inderdaad tips hebben voor shootlocaties. Of dat jullie zeggen dat voor foto's vind ik het leukste van jullie. Dan nemen wij dit ook mee voor onze campagne. So, stay safe. En abonneer echt, want onze volgende weekvlog wordt een meetbals voor onze verjaardag. Ja. Love Reiners. En Stinky, die heel irritant was. Dag Marie. Ja.